Nou, de shakshuka is klaar. Ik ben opeens even helemaal obsess met shakshuka. Ik vind het zo lekker. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Dit is echt een superleuke week, want ik ga morgen op vakantie naar Spanje. En echt perfect op tijd. Ik heb een superleuke kleding gekregen van Naked. Dus dat ga ik jullie zo meteen even laten zien. Altijd een betaalde samenwerking met hun. Dus ik ben er echt heel blij mee. Je weet hoe fan ik van Naked ben. Dat is bizar. Maar ik ga eerst even lunchen, want ik heb echt heel erg veel honger. Maar ik heb het eerste outfitje al aan, want ik kon niet wachten. Vooral naar de broeken, maar de broeken zijn te groot. Ik heb maat 36. En ik heb hem zeg maar nu een soort hier dubbel gedaan. Door die knoop heen. Normaal was maat 36 perfect, maar het is een hele oversized fit. Dus ja, zo kan het op zich ook wel. Niet heel raar, maar hoe leuk is dit ook met een spijkerbroek. Ik hou echt van deze combinatie. Echt heel erg leuk voor een festival of zo. Je kan trouwens gebruik maken van mijn kortingscode SARAV. En dan krijg je 20% korting. En ze hebben ook nog een sale, dus je krijgt echt super veel korting. Echt super chill. Als je nog wil inslaan bij Naked, do it now. Dan krijg je lekker veel korting. Dus dat is top. Nou, ik ga je gewoon meteen alle outfits laten aanzien. Ik ga zo even lunchen, want ik moet dit gewoon allemaal even zien. Ik moet het allemaal even aanzien. Dan heb ik echt een super cute topje. Maar dat staat echt niet op deze broek. Maar die heeft dus een open rug. Super leuk gestrikt zo. Dit vind ik ook echt heel leuk. Gewoon, ja, niet op deze broek. Maar wel een heel leuk topje. Schijnt wel een beetje door. Maar maakt niet uit, weet je. Deze heb ik in maat 36. Oh, de broek heb ik trouwens ook in maat 36. En het vorige topje had ik ook in maat 36. Dan mijn favoriete bandeau. Ik heb deze bandeau denk ik in 3 kleuren. In het wit, grijs, zwart en nu ook in het bruin. Deze bandeau top past gewoon overal bij. Leuk met een jasje eroverheen. Het is echt de perfecte bandeau gewoon. Ik heb hem in maat 36. Ik vind het zo leuk, zo'n bandeau. Gewoon op zo'n broek. Altijd top voor de zomer. Het is echt niet normaal. Ik vind het helemaal top. Dus het is een beetje basic, maar je moet deze bandeau echt instaan. Want dit is echt de perfect bandeau. Dan gewoon weer echt een hele basic top. Maar ik hou gewoon echt van basic tops. Ik hou echt van basics. Is gewoon zo fijn om basics in je kast te hebben. Want een basic kun je altijd leuk maken. Zeg maar, dit is een best saai outfit. Dus jij doet een leuk jasje bij, tasje, sieraden. En dan ben je al helemaal klaar. Het hoeft allemaal niet moeilijk en gek. Ik hou gewoon echt, echt van basics. En deze heb ik in maat 36, of in maat S. Of in maat XS. Ik heb hem in maat XS. En ik vind hem nog best, zeg maar, ruim vallen. Dus ik zal een maatje kleiner nemen. Ik voel best wel groot. Maar wel leuk. Dan is dit het volgende outfitje. Nou, weer een basic wit shirt. Maar dit is dus precies wat ik bedoel. Je hebt gewoon een simpel wit shirt. Daar doe je een leuk blouseje overheen. Een leuk tasje bij. En je hebt helemaal een superleuke outfit. Dit is toch gewoon wat je wil. Dit tasje heeft trouwens ook nog een hengsel. Maar hoe leuk is het tasje? Hoe leuk is de kleur? Ik ben er helemaal weg van. En het staat ook echt heel goed bij elkaar. De blouse vind ik ook leuk. Ik hou echt van dat, een beetje oversized gestreepte, leuke kwaliteit. Ja, ik ben hier helemaal tevreden over. Ik weet alleen niet of ik die broek er echt heel goed bij vind, want het is wel 2 keer oversized of oversized. Oké, dan het volgende fitje. Ik was zo enthousiast over de broek dat ik hem meteen in 2 kleuren heb besteld. Dus ik heb hem ook in het grijs. Net zo leuk, maar ik moet hem wel dus zo knopen. Maar is helemaal niet heel erg, want daardoor zit hij wel mooi achter, aangesloten aan de achterkant. Dus dat is wel weer mooi. En dan heb ik dit topje in XXS. Want hij zag er best wel ruim uit op het model. Weer een hele basic top, maar met korte mouw. En gewoon echt heel erg leuk. Ik ben er blij mee. Broek in weer maat 36. Dan heb ik deze zwarte cropped blazer. Ik hou echt van de blazers van Naked. En ja, ik vind het gewoon chill om ook een cropped blazer te hebben. Want je hebt niet altijd zin in zo'n hele lange blazer. Daaronder heb ik gewoon een zwart, again, basic shirt. Maar ja, ik vind de cropped blazer echt heel leuk. Ik zou hem niet snel op deze broek dragen, omdat deze dus ook heel wijd is. En dan heb je zeg maar 2 hele oversized dingen op elkaar. Dus ik zou dit eerder met iets anders dragen. Met een pantalon of zo. Hallo, wat gebeurt er nou opeens? En de blazer heeft echt een heel leuk mouwdetail. En ik heb hem met 36 en valt best oversized. Ik had hem ook wel een maatje kleiner kunnen hebben. Kijk, hij is echt heel groot. Maar aan de andere kant is oversized ook wel weer leuk. Maar als je hem dus wat meer wilt dat hij wat past, zou ik hem in maat 34 nemen. En dan als laatste dit super cute fitje. Hoe leuk is dit? Ik ben echt geobsedeerd met deze blouse. Hij is een beetje gekreukt nu, maar het komt omdat hij net uit de zak komt. Ik vind dit echt zo, zo cute voor de zomer. En nu en gewoon een leuk rood tasje erbij. Een rood tasje ben ik altijd, kom ik
altijd kort. Ik ben helemaal into de rood en ik heb zoveel leuke rode details en dan zo'n leuk rood tasje erbij. Echt, I love it. Ik heb de blouse in maat 36. Nou, tasje heeft gemaakt, maar hoe leuk. Nou, je kan dus met mijn kortingscode Sarah V shoppen. Don't forget, linkjes staan in de beschrijving. En ik ga nu even lekker lunchen. Ik heb lekker lunch gemaakt. Lekker een broodje met mozzarella, pesto en tomaatjes en een beetje balsamico azijn. Of dressing. Zo lekker. Ik hou hier echt van. Nou, ik ben even lekker heerlijk alles aan het filmen en aan het doen. Ik moet straks ook nog mijn koffer gaan inpakken. Dat wordt ook nog een heel gedoe. Ik ga nu nog één laatste ding filmen en dan ben ik klaar. Yes. Ik ben lekker shakshuka aan het koken. Yum, yum, yum. Lekker. Maar het duurt nog wel even en ik heb zoveel honger. Ik ga even een eiwitlimonade een beetje tegen honger nemen. Ik heb dus een nieuwe smaak van mijn protein. Orange mango. En een proteïnevende limonade heeft 20 gram eiwit. En echt onder de 100 calorieën. Ja, het is heel moeilijk te doseren. Dat is per 100 gram. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb een nieuwe smaak. Ik had ook Lipton Iced Tea, maar dat vond ik heel lekker. Nou, ik doe een schepje erin. Ik ga denk ik ook een pot meenemen, lekker naar Spanje. Ik heb altijd doorlopende kortingscode Sarah X My Protein voor mijn protein. Maar ik ga denk ik ook een pot meenemen naar Spanje. We kunnen daar dat ook gewoon lekker drinken. Nou, dan moet je het even water erbij doen. En dan mixen natuurlijk. Heel benieuwd naar deze smaak. Echt heel benieuwd. Oké, taste test. Ik clear away altijd heel even in de koelkast, want dan gaan die klontjes er dus uit. Dit is lekker. Dit is nog lekker als je ijst die. Holy shit. Die sinaasappel mango is lekker. Het smaakt letterlijk. Het smaakt echt naar verse sinaasappelsap met mango. Het smaakt gewoon naar een soort smoothie. Nou, dit is echt mijn nieuwe favoriet. Holy shit, wat lekker. Nou, de shakshuka is klaar. Ik ben opeens even helemaal obsessief met shakshuka. Ik vind het zo lekker. Goedemorgen allemaal. Vandaag is de dag dat we gaan vliegen. Maar we vliegen echt pas vanavond om 7:30. Maar het is nu 9:45. Ik moet nu even naar het kantoor. Want er wordt een pakketje geleverd van Bronx. En dan gaan ze het leuk brengen. Dus ik moet er zijn of zo. Ik ben mijn spullen aan het inpakken. Stan en ik gaan een grote koffer delen. Dus ik weet niet of het allemaal gaat passen. Daarna ga ik nog even lekker sporten met Bo. Dus ik heb ook alvast mijn sportoutfit aan. En ik heb hier wat spulletjes liggen. Dus ik denk dat ik het allemaal heb. Ik ben helemaal georganiseerd. Gisteravond heb ik een lijstje gemaakt. Super chill. Ik raad het je aan. Want dan vergeet je dus echt niet dingen. Ja, kijk, zie je. Nu moet ik nog. Nou, daar heb ik een drinkfles. Is wel handig om mee te nemen. Nou, die gaat nog even mee. Nou, het is tijd om te gaan. Bo en ik gaan nu eerst even nog sporten. Ik bood je nog even gezellig voor de VK. Ik heb altijd zoveel zenuwen om mijn huis te verlaten. Want ik bang ben dat ik wat vergeet. Maar ja, ik heb alle belangrijke dingen. En meer kan je niet meenemen. Dus ja, we gaan maar gewoon. Oh, ik heb net even lekker gesport. Ik zweet me helemaal dood. Het was echt een heerlijke workout voor de vakantie even. Ik ga nu snel naar Stan. En dan ga ik naar de airport. Joejoe. Nou, we zijn in de airport. Een beetje vertraging denk ik. Nou guys, we zitten eindelijk in de auto. Eigenlijk ook even. Ja, maar ik zit even te kijken of hier navigatie op zit. Nou, dat lijkt het niet op. Ja, zeg maar, kun jij dan de route doen? Ja. Nou, we hadden dus een auto geboekt via boeken.com, maar op mijn creditcard niet op Stan. Nou, dat kon dus allemaal niet. Dus ik bellen met die man van dat bedrijf dat we willen veranderen. Nou, dat kon ook niet. Moest ik dus een nieuwe reservering maken, maar er waren geen auto's nu beschikbaar. Dus ik zeg ja, ik kan nu voor eenmalig een offer doen en dan kan je. Ja, die guy die bedoelde, dan kan je eerste denk ik gewoon kosteloos annuleren of zo. Ja. Maar ja, hij zei, dan kan je morgen boeken, nu ophalen. Ja, dan kan je nu morgen boeken en nu ophalen. En ik heb 3 keer gevraagd, maar hoe zit dat dan? Hoe weten ze dat er dan nu een auto beschikbaar is als ik voor morgen boek? Nou, ik die boeking gemaakt, weer €160. Dan zegt hij, ja, heb je nog iets anders nodig? Dus ik zeg, nou ja,
weet nu het bedrijf waar ik heb geboekt dat wij komen en dat die auto er moet zijn. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat heb ik nooit gezegd. En blablabla. Dus nou, ik ga echt Booking.com bellen, want ze kunnen het gesprek terug luisteren. Ik heb het echt wel 5 keer gevraagd. Maakt niet uit. Dus nou, IJsland, een paar honderd euro lichter, maar we hebben een auto. Nee, dat valt ook wel mee. Nou, in ieder geval, qua geld, het valt allemaal nog wel mee. Maar het was gewoon, ja, ik was zo gewoon vervelend, boos. Die man. Die man was echt zo niet behulpzaam en fucking slecht Engels. Ik kon er geen reet van verstaan. Maar goed, ik ben echt fucking blij dat ik een auto heb. Ik dacht echt, take my money. Het is nu 1 uur rijden. Oh, 3 kwartier rijden maar. Nou, joejoe. Goedemorgen, het is alweer 10:30. We zijn nu aangekomen in het huisje. Nou, dit is het huis. Leuk bank, super cute keukentje. Helemaal leuk. En slaapkamer. Hoi, hoi. Wij gaan nu even boodschappen doen, want we hebben echt honger. En. Jezus. Ja. Daarna gaan we sporten. Nou, we hebben lekker boodschapjes gehaald en net even wat gegeten. We hebben even gechilled en we gaan nu sporten, want we zijn echt heel erg moe eigenlijk van vannacht. Ik weet eigenlijk ook niet waarom we zo vroeg gingen opstaan. Maar we gaan even lekker sporten. Het is toch echt helemaal geen lekker weer. Of in ieder geval het gewoon warm, maar de zon schijnt niet. En vanavond gaan we dus met Stanse vrienden naar een beachclub. Heel erg leuk. Zag er echt heel leuk uit. Kijk, dit is het weer. Het is gewoon een beetje grauw. Wil je een flesje water, hè? Ja. Klein? Ja, en je hebt hier dus echt een super chille gym. Of even al prima gym. Dat waren hier 2 jaar geleden ook. Dus we weten al waar die is. Oké, het is vandaag echt de hele dag regenachtig geweest. Maar we zijn geweest bij Stan en zijn vrienden. En daar hebben we lekker binnen gechilled, spelletjes gedaan. En lekker geborreld. Ik heb nu mijn haar gedaan, mijn make-up en een outfit aan. Want we gaan naar een hele leuke beachclub. En daar gaan we eten. Het heet Lulu Beach Club of zo. En daarna gaan we misschien nog naar een andere party. Ik heb deze superleuke jurk aan. Van Naked met open rug. En dan gewoon lekker slippertjes eronder. Nou, super cute. Nou, we zijn lekker in het restaurant. Echt super leuk, kijk. Super leuk. En we beginnen goed. We hebben en een rosé. En een witte wijn. Dat zijn allemaal echt heel lekker. Cheers. Lekker. Tartar. Nee, tataki. En zalmkappertje. Ik heb als hoofdgerecht lekker een octopus. Dan hebben we een ossa's. Osje heeft een. Nee. Weet je hoe je genoemd wordt nog? Osje heeft een ossa's. Nee. Bart heeft een ossa's ook. En we hebben een. Hoe heet dit? Dat is een tomahawk. 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 En Volkert heeft een. Black. Nou jongens, kijk, we zijn lekker aan het eten, aan het barbecuen. Gaat echt nou super goed. Eerlijk? Tuurlijk. Echt helemaal perfect. Mijn barbecue, man. Goedemorgen allemaal. Jezus, mijn hoofd is zo wit. Mijn hoofd is echt gewoon spierwit. Nou, maakt niet uit. We gaan nu even sporten en vandaag gaan we lekker varen. Superleuk. Het is nu bijna 8:30. Nou, top. Nou, we hebben lekker gesport. Omgekleed en we gaan zo meteen naar de boot. Nou, hallo, we zijn op de boot. Hallo, hallo. Kijk, dit is de boot. Fucking chill. Lekker in het water. Bootje, nou. Nah. Chillen. Oh, trek hem open. Nou, trek hem open, kapitein. Komt ie!
kijk deze vanavond. Nee. Ga jij een beetje gas geven? Ja? Dan gaan we hoor. Wat kan jij dan goed? Ah, dat is jammer. Hier zitten de chillers. We hebben lekker eten. Niet normaal. Wijntje, ja. Zo lekker, man. Bitter. Ik vind hem nog hoge auto's. Mm. En die Panamera ligt er echt aan de weg. Vino. Wat zal die nu kunnen? Goedemorgen allemaal. Het is... Zaterdag. Zaterdag alweer, ja. En het varen was echt zo fucking leuk. Dat was echt niet normaal. En we zijn daar lekker gaan eten en naar bed gegaan. En we gaan nu een hike doen. Dus... helemaal zin in. Nou jongens, we zijn lekker uit eten en we hebben echt zoiets lekkers. We hebben allemaal tapashapjes en dan op één plaat. Oh mijn god, hoe lekker ziet het eruit. Nou jongens, we hebben echt super lekker gegeten, echt niet normaal. Het is nu alweer 22:50. Het is echt helemaal gezellig, helemaal leuk date night, helemaal lekker gegeten. En op avondje. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik heb het idee dat mijn camera echt zo slecht is. Dat is bizar. Gisteravond was echt super leuk, lekker uit eten geweest. Het is echt een super leuk tentje. Lekker tapas. En vandaag is de laatste dag van Stans vrienden. Dus gaan we denk met hem, met hun even gezellig lunchen. Dat is wel leuk. En verder weet ik eigenlijk nog niet echt helemaal wat we willen gaan doen. Ik denk gewoon misschien wel naar een stadje of zo. En zometeen willen we nog sporten. En ik ben ook gewoon best wel aan het werk. Ik heb echt veel dingen te doen. Love the work in life. Ik heb even lekker een kopje koffie. Ik heb net even lekker gedoucht, me klaargemaakt. En zo meteen gaan we lekker uit lunchen. Heel veel zin in. Ja, de laatste dag van de jongens gaan lekker lunchen. Ik heb echt fucking honger. Want ik kom nu echt heel vergeten vandaag. Het is nu bijna 1:30. Ja, er zit gewoon een beest in mijn kop. Het is gewoon een kleine minuut. Hij gaat ook nog filmen. We hadden vanmiddag lekker geluncht. Toen had er gewoon een vogel op mij een stan gepoept. Gewoon de audacity, maar oké. Okay. Oh Stan, ik heb hier nog een broekje van jou. Waar is mijn Apple Watch? Hier. Nou, we zijn nu even aan het klaarmaken. Ik heb dit super schattige setje aan van Naked. So cute. En dan gaan we vannacht even lekker het stadje in. En uit eten. Helemaal leuk. Nou, we hebben lekker eten. Wat wil je? Huh? Wat wil je? Niks. Oh, ik dacht dat je hem... Ik zat even te kijken. Ik doe even een paar uieringen zo tevoren. Ja, een paar. Je krijgt gewoon een hele schaal met uieringen. Lekker. Nou, ik ga proeven. Ik hou wel... Ze zijn goed heet. Zo, ze zijn warm, ja. Het is een beetje warm. Een beetje warm hier, hè? Met mayo. Oh. Heel? Die is niet normaal. Wel heel lekker. Ik hou echt van uitering. Lekker frituur. En we hebben echt een mokerpan met paella besteld. En? We zijn opeens helemaal in de sangria. Normaal drinken wij nooit sangria. Maar deze vakantie zijn we even in de sangria. In Italië was het Aperol. Ja, hè? Mm-hmm. Heel veel daar. Heel veel appel. Heel lekker van, ja. Corona. Nou, we hebben lekker paella gemixt met zeevruchten en lekker kip. Yummy. Jongens, het is weer maandag, dus dit is het einde van de weekvlog. Ik hoop dat jullie het een leuke vakantievlog vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En natuurlijk op mij te abonneren en me te volgen op TikTok en Instagram. En dan zie ik jullie heel snel weer. Snapchat. Doei. Doei.